Wie is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk, maar ik verwacht sowieso de omstandigheden, de laatste koersen die we gezien hebben, gaan we sowieso een spannende wedstrijd krijgen. En ik denk dat iedereen daar zit op te wachten natuurlijk. We hebben al gezien met Parijs-Nice, iedereen vond dat fantastisch mooi, alles in de waaiers, wat ook allemaal. We gaan sowieso een mooie wedstrijd krijgen. En een favoriet, wie is favoriet? Echt één iemand op plekken. Is denk ik moeilijk. Je hebt een heel sterk blok met de Koning Quickstep. Daar kunnen we niet naast kijken. Die hebben 2-3 potentiële winnaars. En, voor de rest wat ertussen zit, zijn het bijna allemaal enkelingen. Al hebben ze mij vooral Gent-Wevelgem, Lotto of Jumbo Visma, toch overtuigd met 3 man. Ze zaten op een gegeven moment met 4 man. Door pech tot de man 10 man achteruit uitgeschoven. Wout van Aert, we gaan Wout zeker met de favorieten mogen zeggen. Winnen is nog wat anders, maar hij gaat zeker meedoen. Ja. Nee, ik vind dat niet. Ze zijn momenteel het sterkste. En sommige mensen, de echte sporters, kunnen dat wel appreciëren. Ze hebben een ploeg voor het voorjaar, ze hebben een ploeg voor de klassiekers. En, dat ze domineren, verbaast mij eigenlijk niks.